de digitale klok. In de jaren 80 is deze populair geworden omdat elektronica toen eindelijk een beetje betaalbaar werd. Iedereen wilde zo'n ding hebben en er zijn dan ook heel wat pareltjes voorbij gekomen. Maar ik vind ze altijd wat klein. En dat gaan we vandaag veranderen. De kern van dit project zijn NeoPixels. En NeoPixels zijn RGB-ledjes die je per stuk aan kan sturen. Je komt deze in allemaal soorten en maten tegen als gewone 5 mm ledjes, op strips, op ringen en nog veel meer. En doordat je ze allemaal per stuk aan kan sturen, kan je er hele gave dingen mee doen. Zoals bijvoorbeeld een klok maken. Voor de segmenten had ik initieel bedacht om ze ongeveer zo groot te maken. Ik heb deze toen geprint als testje en ja, dit is hem gewoon net niet. Dit is gewoon nog veel te klein. Dus ik heb hem twee keer zo groot gemaakt en nu hebben we een serieus formaat. Dit past alleen niet op mijn printer, dus ik vrees dat we dat anders op moeten lossen. Dit is 22 mm dik MDF. En ik heb ervoor gekozen om dat zwart te kopen, want dat scheelt gewoon 21%. Dat bleek later overigens een kleine miscommunicatie te zijn met de boekhouder. Maar evengoed helpt het wel dat het zwart is, want op deze manier hoef ik het straks niet na te bewerken. Gewoon frezen, de segmenten moeten ook zwart worden. Win-win. Ik heb ervoor gekozen om deze panelen vanaf de achterkant te frezen. Op deze manier kan ik er allemaal functies in meenemen. Zoals een stapje waar het achterpaneel invalt, groeven voor de kabels en ook een stapje dat ik weet tot waar ik de epoxystrip moet gaan gieten. Super handig dus. Om te zorgen dat de modellen stevig vast blijven liggen, zet ik ze met een aantal schroeven vast rondom het model. Ik heb deze schroefpunten zo gekozen dat de frees daar niet doorheen gaat, maar dat ze wel vast genoeg blijven zitten zodat ze stevig blijven liggen. Dit is dan hoe de panelen van de frees afkomen. Nog helemaal mooi in hun framepje met al die tabs die het dus allemaal bij elkaar houden. En die tabs, die moeten er natuurlijk nog af. Om dat te kunnen doen gebruik ik eerst een zaagje om ze los te zagen. Om precies te zijn, dit is een Japanse trekzaag. Eigenlijk meer bedoeld voor fijne houtbewerking. Maar het mooie aan deze zaag is dat de tanden niet uitsteken en dat je dus langs je model kan zagen zonder dat je het beschadigt. En daarna gebruik ik een kopieerfrees om dit helemaal mooi schoon te frezen. Omdat ik eerst alleen de segmenten zelf heb weggezaagd, kan ik met het frezen hiervan nog gebruik maken van de andere stukjes hout die er nog aan vastzitten als support, zodat mijn frees niet gaat wiebelen. Op die manier kan ik deze lijnen een stuk strakker krijgen en wordt het eindresultaat dus mooier. Voor die buitenste lijnen moet ik dus iets anders bedenken, want dan is het hout wel weg. Maar dan kan ik er of aan de buitenkant een plankje naast leggen. Deze video is gesponsord door Silicons & More. En voor deze video heeft Silicons & More de Allround Epoxy geleverd. Dit is een vrij allround product, zoals de naam doet vermoeden. Maar ze hebben ook veel meer specifieke producten. Een epoxy die tot 140 graden kan. Epoxy voor grote riviertafels, dat je hele grote hoeveelheden in één keer kan gieten. Maar ze hebben nog veel meer. Ze hebben bijvoorbeeld ook siliconen, polyurethanen, polyester, gips, was. Wat je maar kan bedenken, als je het kan gieten, dan hebben ze het waarschijnlijk. Dus ga daar zeker even kijken. Ga ik door met de video. Een paar weken terug heb ik hier al een uitgebreide video over gemaakt. En die staat op het kanaal van Silicons & More. De link die kan je hierboven vinden. In die video heb ik verschillende opties getest. En heb ik dus ook laten zien welke hiervoor het beste werkt. En die beste optie, die gebruiken we vandaag uiteraard ook. Dat is ongeveer een laagje van 5 mm epoxy waar een klein beetje witte kleurstof in zit. Zeker niet te veel, dan schijn je er niet doorheen, maar ook niet te weinig, want dan zie je de ledjes er doorheen zitten. Je kan dit tijdens het mengen eigenlijk al best wel goed zien, want het verandert daarna niet meer. Maar het kan nooit kwaad om even een testje te doen eerst. En dan nog een hele belangrijke tip, en dat is giet de diffusers allemaal in één keer. Op die manier gebruik je dezelfde batch epoxy en weet je dat ze dus allemaal evenveel pigment hebben.
Anders ga je hele rare verschillen zien tussen je modellen. Wat een beetje jammer was, is dat het plakband tijdens het plakken een klein beetje bol stond. Ik had het wel gezien, maar ik ging er eigenlijk vanuit dat dat wel weer recht zou trekken. Zo gauw ik de epoxy erop zou gieten, dat het vanzelf naar beneden zou drukken. Dat bleek helaas niet het geval te zijn en nu heb ik dus deze lelijke deuken in mijn model zitten. Maar dat gaan we oplossen door de 1,5 mm vanaf te frezen op de freesmachine. En ik gebruik ervoor een speciale frees die gemaakt is om dingen te vlakken. Dit is een frees van zo'n 4 cm in diameter, dus dat gaat best wel rap. En maakt heel veel toe. De segmenten zijn nu helemaal mooi vlak en dat ziet er toch wel even een stukje beter uit dan wat het eerst was. Ik twijfel bij dit soort dingetjes altijd van, nou ja, het is even wat minder mooi geworden dan ik hoopte. Ga ik het zo laten of ga ik het oplossen? En het is altijd een beetje over, ja, eigenlijk heb ik geen zin om het op te lossen. Maar als je het dan toch doet, is het wel de moeite waard. Dat is fijn. Nu door. Deze helemaal geschuurd zijn, kan ik de leds erop gaan plaatsen. En tijdens het frezen heb ik alvast de uitsparingen waar de leds moeten gaan komen uitgefrezen, zodat ik daar heel makkelijk de positie kan bepalen. Het is nog wel een speciale volgorde. We beginnen hier, gaan we zo rondom, zo, en dan kunnen ze zo. En we gebruiken daarvoor deze leds. Deze leds zijn namelijk één lange strip. Die ik weliswaar in stukjes ga knippen. Maar je stuurt ze aan om op één pin een signaal te geven en dat geeft hij door. Dus eigenlijk gaan we deze klok besturen als één lange ledstrip. Dus vandaar dat die volgorde heel erg belangrijk is. In de software moeten we dan straks ook gaan aangeven welke ledjes in welk segment zitten. De volgende stap is om de leds te gaan solderen, maar aangezien niemand voor zijn plezier soldeert, ga ik jullie daar zeker niet mee lastigvallen en kunnen we gelijk door naar de volgende stap. Deze klok draait op een Arduino Nano Every en een kleine klokmodule. De links voor deze producten kan je allemaal in de beschrijving vinden en ik ga er verder niet in detail op in hoe je dat moet doen, want ik heb deze software en ook dit niet zelf bedacht. Dat kan je op Instructables vinden, ook die link staat in de beschrijving en daarvoor staat stap voor stap uitgelegd wat je moet doen om hier toe te komen. Daar is die dan, onze klok. Hij doet het gewoon. Het formaat, best redelijk hè, als je dat zo met de banaan ziet. En het leuke is, je kan er verschillende kleurtjes nog op instellen. Verschillende effecten. Ik heb nog niet helemaal door wat nou wat is. Ik vind dit gewoon chaos eigenlijk. Het mooiste vind ik eigenlijk als die gewoon één kleur is. En dat kan je zo doen. Deze verloopt volgens mij langzaam en die andere die blijft standaard een beetje blauwig. Wat ook wel aardig is. Deze. Het lastige alleen hierbij is dat de tijd is niet zo goed zichtbaar op de camera. Terwijl dat in het echt wel het geval is. Op de camera lijken die zie je het verschil niet zo duidelijk. Moet je heel goed kijken hoe laat het nou is. Terwijl in het echt zie je prima dat het gewoon 5:15 is. Dus dat moet je dan maar van me aannemen dat dat in het echt beter zichtbaar is dan op de camera. Wil je dit project nou ook doen? Kijk dan vooral even in de beschrijving. Daar heb ik alle producten staan en de link naar de Instructables waar je dus kan vinden hoe het daadwerkelijk moet. Ondertussen heb ik hier een toffe video voor je klaargezet die je lekker kan kijken. En dan tot de volgende!